Hallo allemaal, ik ben Maaike Bosboom, sportinstructeur bij fitnesstips.nl. En vandaag ga ik met jullie de Russian Twist doen, kettlebell Russian Twist. Goeie oefening voor je buikspieren, met name voor de zijkant van je buik. Je hebt daarvoor nodig een kettlebell. Voor vrouwen raad ik aan om met 12 kilogram te beginnen. Voor mannen begin met ongeveer 16, misschien zelfs al 20 kilogram. Kom zitten op je billen, hakken in de grond. Pak de kettlebell vast, elleboog opzij. Hoe dichter de kettlebell is bij je lichaam, hoe makkelijker de oefening is. Hoe verder je de kettlebell bij je lichaam vandaan houdt, hoe zwaarder de oefening wordt. Omdat je dan meer druk zet op je schouders en op je borstspieren. Wat doe je nu vervolgens? Je draait je lichaam naar achteren. Houd je ellebogen net boven de vloer en komt rustig weer omhoog. Je draait vervolgens de andere kant op en komt rustig omhoog. Dit is een oefening die vrij belastend is. Natuurlijk voor je buik, want die ben je aan het trainen, maar automatisch ook voor je rug. Dus let erop, als je last hebt van je rug of als je bijvoorbeeld een hele holle rug hebt, dat je deze oefening misschien beter niet kunt doen. Kies dan voor een andere buikspieroefening waar je minder druk komt te staan op je rug. Dit is de kettlebell Russian Twist.